Als het moet, speelt makelaar Roland de Ruiter zelfs even op het orgel. Het is tenslotte een kerk die hij in de verkoop heeft. Dit noemen we het schip van de kerk. Dit is een zaal voor ongeveer 290 mensen. Eigenlijk helemaal origineel, alleen het orgel is in 1976 geplaatst. Sinds kort staat de opstandingskerk op het Euterpeplein in de Amersfoortse wijk Randenbroek officieel te koop. Een gebouw uit 1964 van de protestantse gemeente. Heel kenmerkend voor de periode waarin het gebouwd is, is de vloer. Dit noemen we de Sollenhovener tegel. Dat is een tegel uit de jaren 50-60 die je ook in woningen uit de jaren ziet. En verder biedt de kerk een ruime entree, een hoog plafond, unieke wanddecoratie en natuurlijk glas in lood. Goed dat u zegt, dit is officieel geen glas in lood, dit is naderhand opgeplakt met scherven. Wie afscheid zal moeten nemen van dit opvallende gebouw is kerkrentmeester Gert van Bokhorst. Het springt er wel uit, hè, bij wat hier verder in de wijk staat. Een fusie tussen twee wijkgemeenten maakt de opstandingskerk overbodig. Kijk, wij zijn een kerk hier in een oudere buurt. En de Open Hof, dat is een jongere gemeente en ook een jongere buurt waar ze staan. Dus daar zit meer toekomst in als hier op het Euterpeplein, wat kerk dus betreft. Maar het doet wel zeer afstand doen van dit gebouw. Want deze kerk die bestaat vanaf 1964 en hier zijn veel kerkleden die dus al 45 jaar in dit gebouw kerken. Die trouw iedere zondag bij ons in de kerk kwamen. En dat dus in één keer is het eigenlijk over. De vraagprijs is ruim 1,1 miljoen euro. Volgens makelaar De Ruiter is er al veel interesse voor de kerk. Zowel groeiende christelijke kerken uit de Amersfoort die serieuze belangstelling hebben. Daarnaast ook een grote maatschappelijke organisatie die in heel Nederland gevestigd is. Die wil dit eventueel als hoofdcentrum gebruiken. En er zijn projectontwikkelaars die kansen zien in de opstandingskerk. Ja, dan zou je kunnen denken aan winkels. Je kan denken aan een gezondheidscentrum. Je kan denken aan appartementen in de bovenzijde van de kerk. Wie het ook wordt, de nieuwe eigenaar moet in ieder geval rekening houden met een kerk zonder orgel. Want dat zit niet bij de prijs inbegrepen.